Goeiedag, dames en heren. Mijn naam is. Sinterklaas. Ja, dat is mijn naam. En ik ga jullie even wat vertellen. Want jullie hebben weer massaal gevraagd om cadeautjes. Even kijken. Eén vroeg er. Mag ik een Deo-fles? Nou, dan heb ik hier wel eentje. En eentje vroeg ook nog om een schaar. Ik denk, joh, wat zijn dat voor cadeautjes? Dat vraag je toch niet? Je vraagt er gewoon wat leuks. Kijk, ik zou gaan voor Call of Duty of zo. Ja, kijk, dat is toch veel. Kijk, je kan wel een schaar, daar heb je niet zoveel aan. Hè? Dan kan je een bar mee knippen en zo. Maar ja, je kan voor de rest niet veel mee doen. Dat is misschien wel leuk. Dat is ook uit mijn boek. Kinect-spel, dan moet je bewegen voor op het poppetje. Dan kan je dus gewoon een spelletje doen terwijl je naar buiten hoeft. Dan kan je toch bewegen, dat is makkelijk. Hè, toch? Dat bedoel ik. Oh, mijn boek even andersom natuurlijk. Ah nee, het is een agenda voor 2015. Ik ben alvast aan het vooruitwerken voor volgend jaar. Ik hoop niet dat die stomme discussies weer beginnen. Want daarom heb ik gewoon Zwarte Piet heb ik gewoon weggeschraapt, zo uit het boek. Hè, dan kom ik gewoon alleen. Daar heb ik ook geen problemen meer. Maar dan moet ik een lied aanpassen. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ik ga een liedje zingen met jullie. Jullie moeten meezingen. Let op. Jullie kennen hem en ik moet de tekst gaan veranderen mocht er wat ruis op staan, hè? Oké, let op. Oké. Ziegens komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons ikzelf, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje in de krobberie. Hoe waaier de wimpels alleen. Alweer. Hij staat in zijn eentje te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is krijgt lekkers en die stout is krijgt deze deodorantfles. Oh lieve Sientje, kom ook eens bij mij. En rijd dan met een Volkswagen 5-8 ons huisje voorbij. Ik vind het veel leuk. Ik hou ook helemaal niet van paardrijden. Ik vind het verschrikkelijk. Zo zie ik veel beter, zeg maar. Nou, weet je wat ik knap vind van de kerstman? Dat is gewoon niet mijn concurrent, dat is mijn broer. Ja, dat is mijn broer. En mijn broer die heeft het ook zwaar hoor. Want ik ben hier maar eventjes. Ik ben maar even in het land. Maar de kerstman, die is voor uren in het land. Die is de hele decembermaand zowat in het land. Nou, en dan januari is die er soms ook nog wel eens. De 1e januari, de 2e. Nou, en dan de 10 januari denken mensen, doe de kerstboom weg. Maar dan weten ze niet dat de kerstman nog in het land is. Zo gaat dat. Deodorant. 72 uur protectie. Protectie waarvoor? Waarvoor bescherming? Ik zie hier dat er een paar mensen zijn. Die zijn een beetje stout geweest. Maar die neem ik dan volgend jaar mee in de zak. 2015. Gaat het gebeuren? Mensen, ik wil je. Het was een eer als Kokrobi, als Sinterklaas hier te verschijnen op dit kanaal met die gozer die spelletjes speelt en zo. Ik vind het echt ongelooflijk stom. Hé? Maar ja, wat doe je eraan? Niks. Mensen, bedankt voor het kijken en tot volgend jaar, daar ben ik er weer bij. Volgend jaar kom ik jullie weer een video maken. Gaan we weer knallen. En daarom hoef je niet meer je schoen te zetten, want ik ga het niet meer vullen. Ik ben het nou gehad. Ik ga er vandoor. Ik zie je volgende keer weer, toch? Ja, zo bedoel ik.